komen op deze historische plek. Oosterhout heeft gelukkig heel veel bijzondere historische plekken. Ik noem alleen al de drie slotjes bij de Ridderstraat. De kloosterenclave Klagen, dat is een mooi omschreven, in de Heilige Driehoek natuurlijk. En daar besteden we best veel aandacht aan, althans. Besteden we in ieder geval richting toerisme, Leni, voor het VVV aandacht aan met mooie stadswandelingen. Waarbij we ook alle historische punten samen met onderleiding van de stadsgids bekijken. Hè, dat is best wel een tippeltje, denk ik, meneer Jacob. Hè. Dat, zeker. Dat we al die prachtige gebieden de toeristen laten zien. Maar we vonden als gemeente, samen met de VVV, dat we nog iets verder in konden gaan in de informatievoorziening. En dat het wel aardig was als we informatiepanelen bij echt historische plekken, waar een eigen verhaal aan vast zit, zouden plaatsen. Het zijn er vier geworden. En dan begin ik inderdaad met de heuvel, het Vrijheidshuis, je weet wel, het trappetje, bij de waterpomp, hè, daar dat huis. Dan hebben we de Stelvenseweg, het enige archeologisch monument, een dijk, iets met een dijk bij de Stelvenseweg op Den Hout, zeggen we dan altijd. Dan hebben we het oude gerecht, de Bossen van Dorst. Daar hebben we een oude gerecht. Hè. Dat zou misschien wel verstandig zijn als we dat ooit weer eens terugkrijgen. Hè. Een gerecht in Oosterhout. En uiteraard hier de Slobbosse Toren. Dit is echt historie waar we hiervoor staan. 1289, en vang me niet op één jaar, is het gekocht door Willem de Vierde van Strijen. Jawel, een landheer, misschien wel een graaf, dat weet ik verder niet. Maar die maakte hier de eerste burcht met één grachtje eromheen. Een voorburgje was erbij. Maar het echte kasteel is eigenlijk gemaakt door Willem van Duvenvoorde. We hebben ooit de wandelsportvereniging gehad. Wie weet het allemaal nog. Willem van Duvenvoorde, wandelsportvereniging. Volgens mij ook een drumband. Willem van Duvenvoorde hebben we ook nog gehad. Maar in ieder geval Willem van Duvenvoorde, ongeveer in 1325, die kocht dit. Dat was een rijke landheer. Die man die had echt nog wat te vertellen in die tijd. En die maakte er een prachtig kasteel van. Met een hele hoop gebouwen. Een tweede gracht eromheen. En ja, daar is nogal het nodige onderzoek naar gedaan. 1974 onder andere. Toen hebben we de nodige opgravingen gedaan, waarin ons huis voor erfgoed de nodige aandacht ook aan is besteed. Tegeltje en een hert erop, geloof ik. Ja, dit kasteel. Daar ligt de Hoofdseweg in het oosten. In het westen liggen ons water, de havens. En dat maakt het een beetje dat dit een zeer welvarend iets is geworden. Met op de achtergrond de nederzetting Oosterhout. Nou, juist die combinatie van weg, water, aanvoer allemaal mogelijk, maakte dat dit een glorieperiode heeft gehad, in ieder geval in de 14e eeuw. En ja, uiteindelijk is er maar één ding overgebleven. En daar hebben we heel veel moeite voor moeten doen, geloof ik. Dat is de toren. Maar in ieder geval een toren met een verhaal. En daar hebben we dit voor gemaakt. Informatiepaneel. En dat is weer heel goed voor Oosterhout. En ik hoop dat die nog keurig intact is en dat de jeugd er niet op gegraffied heeft of zo. En die wil ik nu gaan onthullen, dames en heren. Het informatiepaneel Slobbosse Toren. Prachtig! De ruïne van Strijen. Het tegeltje met het hert, landkaart en zoals het toentertijd was. Met QR-code. Smartphone heb je daarvoor nodig. Moet je eventjes een fotootje maken en dan krijg je een hele hoop informatie. Over heel veel mensen is het natuurlijk al mooi, het verhaal dat hier staat. Even, ja, even deze kant. Wat staat er zoal klaar, zo ongeveer? Ja, wat je net hebt verteld. Oh, heb je het al? Heel goed verteld. Ja, inderdaad. Gaat de huiswerk wel goed gedaan. Vorig jaar hebben we daar het water aangepakt. En dat laat zien dat we in Oosterhout goed in details. Heden en verleden blijven verbinden, dames en heren. Door die waterwerken, want dat was hier ook volop aanwezig, waterwerken met sluizen en dergelijke. Dat gaf ons de bloei. Oh, nee, niet waar, wat krijg je nou zoal? Ja, hey. Ja. Ik vind het, wat een heel verhaal. Applaus, ja, dit is weer. Nee, sorry, het is jouw vriend. Ja, het is schitterend, hè? Ja. Kijk. Zitten we nu op YouTube, het oude verhaal van Nico. Ja, kijk, van Oldeneel, Oosterhout. Wat leuk dat er allemaal verschillende zijn. Ja. Leuk is dat, hè? Ja. Oh, dat is weer een speeltje. Ja, dat is gewoon een leuk speeltje. Twee weken geleden ook geleerd. Ik maak er een hapje. Oh, goed zo. QR-reader. Even kijken. Als je mijn foto's wilt zien, dan moet overigens 10 weken komen, dan is mijn rollerke vol. Ja.